Yes mensen, mijn naam is Paske Rokers en vanaf vandaag gaan wij een nieuwe serie starten. Ik tegen Papendal en daarin ga ik het opnemen tegen topsporters van Papendal in allerlei soorten sporten. En vandaag beginnen wij met judo tegen Ilona Lucassen. Ilona, kan jij jezelf voorstellen en wat doe jij hier? Nou, ik ben Ilona Lucassen, 21 jaar en ik train bij de nationale selectie van judo op Papendal. Maar wat kan jij mij leren voordat we gaan echt beginnen? Wat zijn de basisdingen die eigenlijk heel belangrijk zijn voor judo? We beginnen met het achterwaartse val, zo noemen wij dat. Mm-hmm. Ja, doe maar gelijk mee. Je gaat op je hurken zitten. Laat kin op de borst. Ja. En je laat jezelf dan achterover rollen. Maar op het moment dat je valt, sla je op de mat. Zodat je dan de val breekt, zeg maar. Oké. Okay. Dus ik laat even een keer zien. Oké. Okay. Maar die klap met je handen, dat is echt belangrijk. Dat is het belangrijkste, want daardoor breek je de val, waardoor je zachtjes landt. Dus stel je valt in. Ja. Oké, okay. Nou dat is één. Ja, dan gaan we met een simpel rolletje, de koprol. Oké, wat is de derde? Dat is de judo-rol gewoon. Ja. Oké, zo gaan we dat gaan doen. Het moet gewoon in één keer gelijk goed. Ja, ja dat is best goed. Ja, ik denk dat je er wel klaar voor bent. Om te vallen. Ja. Ik heb een trainingsmaatje erbij gehaald, die heb je extra ogen en kun je extra goed leren. En die staat ook de scheidsrechter bij onze battle. Ja, nou bedankt. Hoi, ik ben Hilde. Jij gaat mij de eerste techniek leren voor aanvallen, wat is? Ja, ik ga je een heupwolfje leren. Ik ga je nou beginnen met de worren. Mm-hmm. Dan pak je de hand die je op de ver hebt, pak je door naar de rug. Pak je mm-hmm. zo diep mogelijk en pak je echt de jas zelf vast. Mm-hmm. Op dat moment maak je eigenlijk een soort 2-3 pas, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is rechts, links zet je er eigenlijk achter. En dan zorg je uiteindelijk dat rechts weer de voeten dezelfde kant op uit. En ja. Nu op een snel tempo, zullen we doen? Nou, dat is echt, ja. Dat is wel goed, hè? Nou, ik weet nu hoe ik moet verdedigen. Als het goed is, weet ik hoe ik moet aanvallen. Maar er zijn natuurlijk ook spelregels nog. Kan je daar iets over uit? Ja, bij een judo-wedstrijd is het voordat je begint groet je naar elkaar. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat je elkaar geen pijn gaat doen, dat je respect hebt voor elkaar. En daarna zegt de scheidsrechter had je mee en dat betekent beginnen. Mm-hmm. Wie een ippon scoort of die wint. Mm-hmm. En je kan ook een wasari scoren en dat is dus een half punt. Ja. Twee wasais is een ippon. Ja, en okay. Twee wasais is een ippon. Oké, okay. Nou, duidelijk. Ja, nee, ik moet inderdaad even nog op aankomen, want Ilona, echt heel veel respect voor je, want ja, het is echt veel zwaarder dan denk ik dan menig men kan zeggen als ze kijken op tv. Het is echt heel intensief, dus het is 1-0 voor Ilona, maar goed, het mooiste gaat nog komen. We gaan straks naar mijn e-sports ruimte en dan gaan wij FIFA doen en kijken of Ilona ook daar goed doet. We zijn nu in mijn e-sports ruimte. Ik heb net judo'd tegen Ilona. Ilona heeft laten zien hoe je echt moet judo'en. Ik had geen schijn van kans. Maar het goede nieuws is dus dat we nu kennis gaan maken met e-sports, Ilona. Ja. Heb je er zin in? Ik ben wel benieuwd hoe goed ik ben. We gaan geen potje FIFA vandaag tegen elkaar doen. Okay. Ik heb een andere variant bedacht en dat is skill games. Jij begint dus, Ilona, jij mag zo vaak oefenen als je wil. Nou, meestal na een paar keer zeg je van, ik heb het wel door. Daarna mag je dus 2 takes doen. Is je eerste take het beste, kun je zeggen van, ik stop. Denk je van, ik vond hem toch niet een goede, dan doe je hem opnieuw. Maar doe je de tweede alsnog lager dan de eerste, dan telt wel je laagste score dan, de tweede dus. Je mag de controle pakken. Je mag ook in de master seat zitten, want deze stoel presteer je beter, schijn. Brengt ook geluk. brengt heel veel geluk. Ga lekker zitten. En jij mag zo vaak oefenen dus als je wil.
Nu gaan we voor het echi. Oké, Ilona, kom op. Daar gaat hij. Je hebt al geoefend. Het belangrijkste is gewoon, neem ruimte tussen al die pionnen. 11.048. Oké, we gaan ervoor. 3, 2, 1, go. Ja, trouwens. Ik ben heel erg bang dat ik ook tegen iets aan wil. Dit is wel een hele goede. Dit moet een... Nee, dit is geen record, helaas. 12.007. Kijk, dat is nog mooi. Dribbelen brons heet deze. Ga oefenen, want deze is wel iets pittiger. 3, 2, 1. En dan gaan we, Ilona. Je hebt hem net echt perfect uitgevoerd, maar... Maar belangrijk is dat we straks op het einde hem er gewoon inschieten. Gewoon rustig in het midden. Ja. Heel goed. Ilona scoort maar liefst 37.000 punten. Lekker. En ik denk zelfs... Ja, dat ga, ja, ik ga hem vast incalculeren dat je misschien deze gaat winnen van mij. Lekker. Dan gaan we. Mbappé. Nee. Oh nee. Ik ren vol tegen... Ik mag gewoon niet eens meer verder. Ik mag niet eens meer schieten. Oké, okay, nou dit is een hele grote achterstand. Want ik scoor dus hierdoor maar 34.720. Het heet dribbelen skill uitdaging. Tel af. 3, 2, 1. En dan gaan we. Maar nou is het ook niet echt handig als je nou gaat rennen, toch? Nee, nee. Bij deze moet je echt niet gaan rennen. Oh, dit gaat goed. Dit gaat goed, snap je? Ja, nog steeds. Zie je? Dit, nu krijg je heel veel punten. Ah, jouw score was 17.182, dat hoop ik wel te verbreken, want anders wordt het heel krap bij die laatste. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1. Oké, ik hoef maar één keer ook tegen zo'n stomme paal aan te lopen en dan ja, net zoals deze. Deze is heel gemeen. 24.016. Deze is eigenlijk het leukste misschien nog, dus gewoon een goal afwerken. Maar ging net ook niet zo goed. Je moet dus proberen te scoren, dus ja, dan krijg je 1000, best netjes. Oh. Maar stel je schiet dus hoog, zoals nu. Kijk, zie je dat? Ja. Zo. Ja, gelijk 2.500 zelfs. Oh, ik moet wel. Ik vergeet elke keer te sturen. Ja, 16.000. Nog één kans. Zo, dit is wel echt... Je hebt mijn record verbroken. Oh, echt? We gaan ervoor. 3, 2, 1. Komt-ie. Oké, we beginnen in ieder geval goed. Ik ben, we zitten er al volgens mij overheen. Ja. Sorry, Ilona. Maakt niet uit. Je hebt heel goed je best gedaan, maar ja. Kijk, ik heb een heel, ja, dit is heel bizar. Ik heb het heel vaak gedaan, deze skill game. En ik haal nu 20.297. Dit was hem dan, de FIFA skill game. Ik heb hem met een record in de laatste skill game gewonnen, Ilona. Maar jij was echt, vond ik, heel goed bezig. Ik hoop dat je het... Ja, heel erg leuk. Ja, ik vond het heel leuk, ja. Ja, ik vond het ook wel lach om dit te doen, zeg maar, want dat zie je eigenlijk nooit echt. Want je ziet alleen maar de echte FIFA. Ja, maar Ilona, heel erg bedankt. Ik vond het heel erg leuk om vandaag met jou jouw sport doen en jij kennis te maken met FIFA. Volgende keer gaan we weer een ander sport doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.